Mando! Mando! Goeiedag dames en heren, leuk dat jullie weer kijken bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Mike en wij zijn net terug van de action. Ik ben hier met Fabienne. Hi. En Ronald. En wij hebben dit ontzettend leuke ding gekocht. Tenminste, is leuk, dat moeten we nog even gaan ondervinden. Het is een basket. En tennisstreek. En daarmee met twee tennisrackets en zo'n bal die dus rondgaat op een elastiek. Jongens, het is een basketbal en tennistrainer. Alleen de trainer is er niet bij gekomen. Ah ja, de trainer kon helaas niet komen. Het was exclusief de trainer, die deze er niet bij helaas. Dus dan gaan we het maar zelf ondervinden. Dus ja, deze gaan we nu eerst even uitpakken. Alleen deze moeten we nog even vullen met water. We zijn daar toevallig bij het water, dus dan gaan we hem gewoon proberen te vullen. Bij het water, daar bij de waterbus, gaan we proberen even te kijken of we deze even kunnen onderdompelen in water. Om hem zo te kunnen vullen. Ik denk wel dat dat goed komt. Dit moet wel werken. Zing niet. Heb je niks in je zakken? Nee. Goed zo. Dat gaat niet heel snel hoor. Die vol? Die zijn we best wel vol, ja. Duurde even. Wij hebben water. Je moet de andere kant. Ja. Zo, daar staat hij dan. Met het schattige balletje. Oh. Ja? Mm-hmm. Oké, we hebben het nou een beetje uitgezet. Dus degene die gooit. Twee, die moet bij het tweede flesje beginnen en dan erin gooien. Je denkt dat is misschien wel heel dichtbij, maar met zo'n klein balletje is het toch moeilijk. Deze is hier te groot voor, maar we hebben er een balletje erbij gekregen. En degene die raak gooit, die heeft een punt. En degene die het meest punt heeft, die wint deze bal. Wie mag er nu? Jij mag iemand kiezen. Ik mag iemand kiezen? Ja, ja. Of we moeten met de dobbelsteen gooien. Ja, wij moeten met de dobbelsteen gooien. You're next. Oké. Okay. Ik had het dobbelsteen kunnen laten bepalen. Oh! Oké. Mag dat ook niet? Nee, ik had dat ook, schat. Ga klaar staan dan, want anders duurt het zo lang. Oh shit. Oké, kom, we gaan in het rijtje staan gewoon nog wat. Ja. Oh. Oh, gooi je hem niet, even uit mijn hand. Wat deed je? Gedisqualificeerd. Hoe is dit zo moeilijk? Hoe dan? Hoe is het bij zo moeilijk? Schatje, je ziet niet zo weer drinken. Ik heb gewoon een flesje in mijn tas. Nou. Wat is dit? Ik ben klaar mee. Ik heb net in één keer vanaf de... Lekker wel. Dus jij mag naar twee? Ja. Oh.
Nou schat, je hebt officieel gewonnen. Yes. En jij wint hier bij de basketbal. Dankjewel. Ben je er blij mee? Zeker. En wil je er nog mensen bij bedanken? Nee. Okay. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Dus kijk, nee. Zo mag ik het horen. Lekker. Ik ben dus overgestapt naar een nieuwe vlogcamera. En dit is eigenlijk nu tegenwoordig echt het dingetje. Het is eigenlijk een soort basketbal, maar niet echt helemaal een... Nee, mijn camera! Oké, we gaan dus nu het andere spel spelen wat je dus hiermee kan doen. En dat is inderdaad dit. Oké, wat? Je geraakt? Nee, ik stapte over die struikelde. Dichterbij staan, je moet hem ontwijken. Je moet niet zo ver zijn. We hebben nou zo goed het in elkaar gezet dat je het niet ziet, maar let op dit. Lager. Wat? Ik zat niet. Dat was mijn hand. Ik kan dadelijk niet meer spelen. Ja, wil je ook nog even, schat? Ja, hier. Nee, ga... Nee! Andere kant op slaan. Oké. Nee! Ja. Jij niet! Nee, ik kan niet slaan. Ja. Kom slaan. De eerste keer dat je slaat, helemaal kapot. Gewoon slaan tot hij kapot is. Slaan tot hij helemaal kapot is. Oh shit. Man down, man down. Je ziet precies waar ik hem heb geraakt. 1, 2, 3, 4. Oh, wat een tilbal, man. Wat? Oh, fuck. Oké, okay, game over. Jullie hebben... Nee, ik heb nog een stuk. Ik heb nog een stuk. Ik ook. Buist. Oh. Ah. Oh.
Oké, ik heb eigenlijk niks meer over. Ik heb heel veel tijd. Oké, dames en heren. Dit was niet echt helemaal gepland. We hadden niet verwacht dat die dingen... Nee, kijk, we snappen het wel. Het was voor drie jaar en ouder, maar... Ja, dat het zo slecht was, had ik niet van. Ik dacht dat het best wel stevig was, ja, maar... Ja, ik had ook nog dat het stevig was. Het duurde niet lang voordat al onze beds... Dat misschien gewoon iets te hard. Ja, ik denk wel, maar dit is echt niet normaal. Moet je kijken, er liggen overal stukken. Dan moeten we zo overal gaan opruimen. Holy shit, wat een slagveld, jongens. Het is echt overal. Hier een stukje zelf. Oh, hier ook nog een stuk. Ja, kijk, dit grote stuk, jongen. Holy shit. En hier ook nog gewoon. En kijk hier... hoe ver dat van dat ding af is. Ja, het is echt niet normaal. Ja. Nou, wij gaan nou even allemaal opruimen. Zoals je ziet, hebben de rackets het niet overleefd, helaas. Maar ja. Wat hadden we anders kunnen verwachten van speelgoed dat voor drie jaar, vanaf drie jaar is? De basket heeft het wel overleefd, maar ja, ik zou ook niet weten hoe je dat zo snel zou kunnen slopen. Maar ja, wat zei je? Verkeerde bal. De basketbal. Ja, als we met de basketbal hadden gegooid, was die sowieso kapot gegaan. Ja. Nou, het was weer een intensieve dag voor ons. We gaan het hier allemaal opruimen, dan gaan we de auto inladen. En dan zien we jullie bij de volgende video. Geef even een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En dan zou ik zeggen, take it easy en tot de volgende keer. Yes. Doei!